Martijn, jullie begonnen deze halve finale play-offs met Amsterdam met een prachtige thuiszege. Een 4-2 overwinning. Nu in tweede wel eens hier in Amsterdam. Ja, gaan jullie eraf? Ja, heel zuur hè? Ja, absoluut. Ik denk ook dat we niet ontevreden mogen zijn over hoe we deze wedstrijden hebben gespeeld. Het blijven altijd gewoon close wedstrijden. En kwartje valt nu gewoon twee keer gisteren en vandaag. Een beetje hun kant op eigenlijk. En we hadden misschien iets meer af kunnen dwingen, maar goed, dat is allemaal achteraf. Dat is wel kloten. Ja, gisteren verlies je dan door die golden goal. Hè? Die valt dan in één keer, in de verlenging valt die dan in één keer binnen. Vandaag komen jullie snel achter. Jullie komen snel op gelijke hoogte. Daarna namen jullie het initiatief. Ik dacht, dit wordt jullie dag. Ja, absoluut. Ik had ook een goed gevoel over. Zij kwamen niet tot grote kansen. Kwamen ook überhaupt niet echt dicht bij onze cirkel. Maar we hadden de kansen die wij kregen, daar waren we ook niet gingen we ook niet goed mee om. Er gaat nog een strafbal op de lat. Dat zit dan ook net niet mee. Ja, je zegt, je gaat niet goed om met die kansen. Ik wil toch even naar die strafbal toe. Jullie eigen publiek, de blauwe supporters, die rekenen het eigenlijk al. Die dachten, HVG gaat staan en hij gaat erin. Hij ging er niet in. Wat gebeurde er? Ja, dat is de eerste die ik voor Kampong heb gemist. Dus dat is meteen ook een hele belangrijke. Dus misschien dat ze vandaar dachten, dat is een zekerheidje. In de eerste helft kreeg ik een knietje tegen mijn arm. Een soort van ijsbeentje eigenlijk. Dus daardoor zat er een klein beetje twijfel in. Ja, ik weet niet of dat ook daadwerkelijk de reden is dat hij er net niet in gaat. Het was prima gepusht uiteindelijk, maar kloten dat die bal er niet in vliegt. Ja, einde hoofdklasseizoen nu voor jullie. Wat nog rest is de EHL in Barcelona over twee weken. Ja, de EHL-ticket is nog te verdienen voor ons. Dus we moeten deze week nog alles bij elkaar rapen, oplappen en... willen we volgend jaar weer meedoen aan de EHL, moeten we gewoon nog twee wedstrijden winnen. Ik weet niet precies tegen wie dat is, maar dat zien we dan wel. We gaan ons weer opmaken daarvoor. En op dit moment bouw ik echt ontiegelijk van. Dank voor je snelle reactie. Ja, alsjeblieft. Ja.